En hallo mensen, welkom terug bij een nieuwe video van Bionicle Heroes. We gaan vandaag weer verder. En vorige keer waren we geëindigd bij Smuggler's Cove. We gaan nu Smuggler's Cove in. Intro filmpje. Doe alsjeblieft je headphones aan. Dat is fucking luid zelfs. Ik moet nog steeds een soort van fix vinden hiervoor. Denk ik dan. Oké. Dus gelijk een masker achter me. Mooi. De shotgun is ook nu al een van mijn favorieten. Aangezien dat echt fucking veel damage doet al. En de sniper. Sniper en shotgun. Holy shit. Maar je kan ook gewoon die shotgun rapid fire. Plantjes omhoog halen. Net als bij de Lego games kan je een beetje met de force power. Oh shit. Ik wist niet dat ze zo ver konden springen. What the fuck? De lore trouwens van Bionicles wel interessant is. Ik weet niet. Nooit echt een serie van Bionicles gezien, maar het lijkt me wel echt interessant om te bekijken. Ook. Veel mensen zeggen dan, ja, Bionicles is heel kinderlijk. Nee. Wat zien wij hier? Kan je ook over Transformers zeggen? Dat dan weer niet, hè? What the fuck? Wat hypocriet van ze. What the fuck? Oké. Ik dacht even dat iets van een item of zo was. Ik moet hero mode hebben. Ik ga er aan anders. Oh, goud hartje. Laat me zitten. Dat vult mijn hele gezondheidsbalk weer. Shit, die sniper is echt te OP gewoon. Te fucking OP. Ik moet sowieso 150.000 aan... voor die discount hebben. Oh, canister. Dat is de eerste. Controls zijn wel fijn trouwens. Ik dacht heel even dat het heel irritant ging zijn. Maar je kan ook gewoon zien hoeveel canisters je hebt. Ik heb 4 gouden nodig hier. Laten we hier omhoog klimmen.
sowieso nog wel wat. Oh, hij heeft die ability niet meer, man. Hij heeft die ability niet. Oh, maar er zit wel een silver canister. Tuurlijk. Hij kan daar niet heen doen. Oh jawel. Ga maar. Holy shit. Ik heb die shotgun nog niet eens geüpgrade en dit ding is nu al OP. Ik ben benieuwd hoe groot dit level is en of elk level ook daadwerkelijk een boss heeft. Music, jongen. Echt iets voor je. Ik vind het een goed spel. I love it. Ja, vandaag boeit mij niet meer zo heel veel wat men denkt over wat ik game, zeg maar. Als ik gewoon een game leuk vind, dan game ik het gewoon, oké? En ik denk dat jullie dat ook een beetje hebben. Dat, tenminste, dat weet ik niet, maar... Als je mijn content leuk vindt, dan zegt dat toch wel iets. Wel een beetje van alles. Yakuza, alles. Dus als iemand zegt tegen mij, welk spel speel je vooral? Ik zeg gewoon van, ja. Gewoon games. 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 Ik ben een beetje van alle games. Als wel een beetje wat hebben. The fuck, ben ik nou een piraka aan het fucking summonen hier? What the hell? Oh, dat is gewoon de weg vooruit. Ah. Ik kom hier niet op. Waarom kan ik hier niet op? Oh, kom maar. Waarom vond ik deze game altijd scary vroeger? Altijd zo'n... scare factor is deze game of zo. Kan ik daarheen? Oh, ik moet die sniper gebruiken. Switch. Shoot the switch. Oh. Oké. Heb ik gedaan. Met de switch. Met de sniper moest ik inzoomen en dan de switch hitten, zeg maar. Mij is deze game echt geniaal. Echt niet liggen. Waarom zeg ik? Ik vind het jammer dat ze hier geen opvolging voor hebben gemaakt. Misschien. Zou het dan ooit nog misschien? Ik hou het nog. Ik mis alleen nog de Fire Toa. Fuck man.
Die heb ik helemaal geüpgraded in armor. Geen upgrades voor alle andere Toa's. Terwijl ik eigenlijk hier wel een upgrade voor nodig had. Maar goed, dan gaan we later terug in het level. Dat is het leuke. Het leuke van de Lego games is, ze zijn zo groot dat je gewoon... Als je de game 100% hebt gedaan... Voel je wel dat je iets hebt bereikt. Dat van vervulling gewoon. Gevoel van vervulling gewoon. Met die random cutscene, die random shift. Hero mode, let's go. We zijn weer onaantastbaar nu. Ik moet sowieso die 50% discount hebben, man. Hell. Kost maar 50% minder voor die upgrades. Had ik dat niet... Waarom had ik dat niet als eerste gedaan? Nu heb ik iets aan de upgrades weggegeven aan... de rode Toa. Ja, oké. Wat niet uitmaakt, want je gaat nog zoveel dingen verzamelen, dus dat maakt echt helemaal niet uit. Wat de fuck zit hier? Niks. Waarom ging ik hier naar binnen? Er is hier helemaal niks binnen. Daar zit ze waarschijnlijk zo'n gouden achter. Ja. Ik had gelijk. Ik zag op 4,5 standje. Ik ben van plan om de aflevering een beetje... 50 minuten tot een uur te doen, net als Tomb Raider. In combinatie met Tomb Raider doe ik dit. En wil ik ook nog Yakuza erbij gaan doen op Legend Difficulty. Dus Yakuza Zero, daar begin ik mee. Op Legend Difficulty. Grote Yakuza fan. Grote Sega game fan ook vooral. Dus ik ben meer van Sonic dan Mario. Maar ja. Ieder zijn ding. Ik bedoel, de muziek van Sonic is 10.000 keer beter dan die van Mario, maar goed. Nog daarover. Ik weet dat daar discussies over vallen te gaan, zeg maar. Ik weet dat mensen gaan zeggen van... Ja, maar Mario heeft een... wereld. En Sonic niet. Sonic loopt gewoon een beetje anders. En heel veel mensen zijn niet verder gekomen dan Green Hill Zone. Of Chemical Plant. Ja, dan ga je ook de game niet ontdekken. En dan ga je ook niet veel over Sonic weten. Als je niet eens naar Sonic CD bent, CDB, CDB, wauw, CD bent geweest,
dan, ja, dan ga je ook Sonic niet echt waarderen voor wat het is. Oké, hier moet ik een Piraka voor zijn. Heb ik niet. Checkpoint. Iedere keer dat er een checkpoint staat, ga ik gewoon checkpoint. Open. Ga ik dan in dit level uiteindelijk de Lego pieces, zoals ze dat hier noemen, verzamelen. Waarom niet gewoon de Bionicle pieces? What the fuck? Alle Lego pieces. Gewoon Bionicle. Ja, Bionicle is Lego, maar het heeft die pieces zijn net weer iets anders. Connect en zo. Ze hebben echt lichaam. Je kan echt lichaam met Bionicle dingen maken. Dat is net weer iets heel anders dan gewoon Lego die je op elkaar kan plaatsen. Zeg maar. Dat zijn gewoon blokjes. Bionicles kan je gewoon structuren mee maken. Laat me weten in de comments. Want ja, Bionicles ook zo. Weet je dat het terug moet komen? Of is het eigenlijk nog? Bestaat het nog? Ja, toch? Waarom sta ik nu opeens op een boot? Oh. Is dit weer zo'n scène waar ik met een boot aan de andere kant moet? Haal hem uit de lucht. Goed zo. Haal ook uit de lucht. Oké, dit level is ook weer heel groot. Holy shit. Ik ga gewoon ieder level opnemen en dan bij ieder level eindig ik gewoon de opname. Ik ga er nu zo'n 5 stuks opnemen, denk ik. Kijk wel. De eerste 4 en dan de bos. Hier ook weer wat content. Ik ga dit over dagen verspreiden. Als het goed is, als ik dit zeg, is Tomb Raider de eerste 2 afleveringen zijn online. Kijk. Waarom deed ik dat? Die fucking... Dat stuk? Oké, dat stuk. Vraag beantwoord. Die watertouw heb ik iets geüpgraded, dus die heeft nu ook een zilver hartje.
Als ik eerlijk moet zijn, na Lego Bionicles kwam Lego Star Wars, toch? En Lego Star Wars The Complete Saga is Lego Star Wars 1 en 2. Maar als je kijkt naar dit en Lego Star Wars, dan denk je echt van, waarom hebben ze sommige dingen veranderd? Waarom kon je niet ook gewoon je Lego character upgraden en zilveren hartjes krijgen? Fuck. Hier zit gewoon een upgrade system in. Ik wel van ja, wat de hel. Lego Star Wars kom je nou. Is dat een secret? Oh, de watertouwen. Je willen die heb ik niet? Ah, fuck. Ah, fuck. Oké, dus we moeten daar ook nog terugkomen. Oké, dus niet elk level heeft een eindbaas. Oh, ik vind die cutscenes wel geniaal. Hoe die Piraka iedere keer soort van out bounced. Zoveel canisters hebben we er 3 van. We missen er 2. Lego pieces. Nou, zijn er toch 78.000. Smokeless Cove completed. Hey. Yep. 100 Viserac defeated. Hey. 100 enemies defeated as Hulky. Okay. 50 enemies defeated as Matoro. Okay, dus er zijn ook echt gewoon challenges. Dit allemaal voor een eerste Lego game. Ik denk dat ik gewoon die discount ga kopen en dan... Tenminste... Nee, laat maar. We moeten sowieso upgraden. Als we het niet doen, dan... Ja. Torch ability. Ja, maar dat is ook weer 10.000. Fuck! Dat is ook weer 10.000 gewoon. He's fully upgraded. Flame sword? Wacht, heeft hij een flame sword? Yeller's flame sword. Oké, die kan ik niet upgraden. 15.000 voor zijn flame sword. What the fuck, zijn wapen verandert ook. Holy shit. Hij heeft nu gewoon een... What the fuck is dat? Een broodrooster machine of zo. Machinegeweer. Oké. Dat is wel dik, hè? De fucking appearance van de character verandert ook helemaal mee. Zone select. Gaan naar de volgende zone. We hebben de piece. Dan gaan we hem nu erin stoppen. En dit is Shattered Wreck. In de volgende aflevering. Dat gezegd te hebben. Doe even een duimpje. Ik waardeer het enorm. Dankjewel voor de support. Laat even een comment achter.
Is ook altijd waardering. En zie jullie de volgende. Doei. Tot de volgende.